Welkom dames en heren, hier op mijn YouTube kanaal, mijn naam is Kevin Kobelaar. Vandaag gaan we weer Minecraft Survivor spelen. Zoals jullie weten ben ik natuurlijk een tijdje eruit geweest. Ik ben een tijdje weg geweest, maar ik ben weer terug. Alleen, nu heb ik dus het probleem dat mijn PC waarschijnlijk kapot gaat binnenkort. Want hij doet best wel apart. En ik hoop dat het kwaad kan en dat uiteindelijk weer normaal gaat doen. Maar ja, dat is natuurlijk niet zeker. Maar ja, mag mijn PC ermee stoppen, dan moet helaas wel stoppen met YouTube en met Twitch. Dus het zou heel zonde zijn, maar ja, het is helaas niet anders. Vanwege het coronavirus heb ik nou ook niet echt een spaarpotje of zo dat ik ga denken van nou als mijn PC kapot gaat, koop ik een nieuwe. Dus dat gaat helaas niet. Wat ik wilde doen bij deze aflevering, al mijn PC natuurlijk volhoud, probeer ik een. Ja, dat heb ik er nu bij gegooid. Daar wil ik dus een netherporter van maken. Ik weet alleen even niet meer hoe breed dat ook weer moest. En ik denk eerlijk gezegd dat ik niet genoeg heb. Eerlijk gezegd, ik weet bijna wel zeker dat ik het zo zie. Ja, want hier moet ook nog. Ik heb sowieso niet genoeg. Oké, dus ik moet even zorgen voor nieuwe obsidian. Zodat ik natuurlijk een nether portal kan maken. Zoals jullie trouwens zien heb ik trouwens een nieuwe microfoon en een nieuwe webcam. Dus het kan zijn dat het niet allemaal even goed er nog even uitziet. Maar ja, als mijn PC er eenmaal blijft doen, dan kan ik dat natuurlijk allemaal instellen dat het er wel mooi uitziet. Ik heb hier trouwens een heleboel villagers staan. Wat zijn jullie? Zijn er niets? Nee, blijf er niet. Echt niet? Nee. Jullie hebben allemaal gedaan. En die moeten we natuurlijk allemaal ook een eigen plek nog geven. Maar ja, dat komt nog wel. Als je hier bij zit, dan moet ik er nemen. Heel veel potatoes, heel veel potatoes. Maar geen ingrediënten. Ja, heel veel potatoes. Ik heb geen make-up of meer. Dat is natuurlijk allemaal voor die villagers. Had ik toen allemaal gefarmd offline. Ik heb hier zo'n machine of zoiets toegebouwd. Ik zit daar ergens onder. En daar verzamelde ik het. Maar ja, hè. Nou hebben we dat allemaal niet meer nodig. Maar wat ik wel nodig heb is obsidian. Heb ik ergens een bucket? Heb ik een bucket bij me mee? Waar zijn die buckets gebleven? Oh hier heb ik er één. Ja. Ik kom er niet al begonnen. Ik heb hier nog wel iron. Ik heb trouwens een speciaal iets eraan toegevoegd aan mijn Minecraft, dat je dus een soort van opdrachten, zeg maar. Ik denk dat het wel grappig om te doen, dus dat heb ik dan ook gedaan. Waarom ben ik daar aan het zoeken? Want dit kan nu. Oké, nou heb ik twee buckets. Alleen het nadeel is dat ik dus heel vaak het foutje ga maken. Ik moet namelijk best wel wat water hebben nu. En dus moet ik gaan zoeken weer naar lava. Ei. Dat wordt nogal een dingetje, jongens. Dat is nogal een dingetje.
Want er is natuurlijk een Weatherbit update, een Nether update. En aangezien dat wij daar natuurlijk op aan het wachten waren om uiteindelijk zelf de Nether weer in te kunnen, ja, nu is die update er, dus nu moeten wij er eigenlijk in. Dus ja, nu ben ik gewoon eventjes aan het regelen dat wij erin kunnen. Maar daar hebben we helaas wel Obsidian voor nodig. En dat wordt natuurlijk een zoektocht naar de Obsidian. En hopen dat nergens een monster staan. Dat is nog open aan het binnen zien. Dus hier kan ik volgens mij best wel veel Obsidian vandaan halen, volgens mij. Dat is hier ergens. Ik dacht een plek waar ik heel veel Obsidian vandaan kan halen. Ja, ik heb geen zwaar. Gewoon eerlijk, man. Hè? Weet je wel? Oh. Die was wel heel snel hier. Kijk, en natuurlijk hebben we daar wat lava. Alleen dat wordt dus geen obsidian. En hier hadden we ook één rij lava, alleen dat was ook weer geen obsidian. En ik weet dat ik ergens was geweest waar ik heel veel obsidian verzamelde. Op die plek moet ik weer opnieuw zoeken. Alleen daar was dat. Hieronder? Hieronder zit aardig wat, alleen hoe komen we daar? Maar via hier hoor, ja. Oké. Okay. Oké, okay, nou het is erg donker hier en ik heb echt wat opduimen. En het is echt heel donker. Ik weet niet eens of het zo donker is. Ja, sorry hoor mensen, maar nu ga ik echt eventjes iets doen wat niet, eigenlijk niet kan. Yeah. Hoe heet die ding ook weer? Fuck off, gewoon. Nee, dat is het niet. Hoe heet die ding in het? Hoe heet dat in het Engels? Oh ja, een torch. Ja, sorry, dit moest even hoor jongens. Want ik zie echt helemaal niet. Ik weet niet hoe dat opeens kan, dat Minecraft, heet dat Minecraft update zo? Dat je dus dit hebt, dat je dus eigenlijk helemaal niks meer kan zien. Maar mijn setting staat dus helemaal lichtgevend. Nou, dit is alles behalve lichtgevend. Even kijken hoor. Dat is nou die kan ik gebruiken. Ja, dat is niet. Nou, hoop ik dat hier geen lava onder zit. Dat kan niet. Daar wel gewoon. Waarom maak ik elke keer, hè?
Ja, ik heb een nieuwe muis, jongens. Alleen die ligt dus ja, thuis bij mijn moeder. Maar ik heb er wel een. Tegenwoordig, maar... Ik heb dus weer een nieuwe, maar... Ja, vergeten, hè? Vergeten. Even kijken, die moet ik weer pikken op. Omhoog als het goed is. Nee. Ja. En dan deze kant erop. Hier was ook nog wat kool en wat wel mee. Ja, dan heb je dat gat inderdaad dan deze kant op. En dan hier naar beneden. Deze afloopt weer. Maar volgens mij is dat nieuw dat het zo donker is in Minecraft. Dat viel mij net ook al op dat het gewoon echt heel erg donker was. Kijk, moet ik het even doen? Nog een keer zo. Oké, die gaat dit niet. Even kijken hoor. Heel veel gold hier al. Dat gaan we allemaal toch niet gebruiken. Ja. Oh ja, hier zit die. Daar zit die. Maar ik moet nu. Even kijken, hè, wat ik kan voor open moeten. Maar gaat hier toch? Dus het tussen, ja. Nou, als maar deze kant op wachten. Ja, ja, ja. Hier ook heen. Hier ook heen. Hier zo. Even kijken hoor. Zit hier de plek naar boven? Ja. Oké. Okay. Deze niet verder. Jee. Ja, het is allemaal weer even een beetje nieuw, hè. Ik heb het natuurlijk al een tijdje niet meer gedaan. Hier zitten onze schapen. Schapen, schapen, schapen. Uh-oh. Had ik hier echt ook een pack als je doet, toch? Dat heb ik hier niet meer. Dit, die heb ik hier niet. Ik dacht dat ik hier beneden echt een pack had neergezet, jongens. Dat ik gewoon snel kon slapen. Nu werd het altijd nacht weg, maar... Blijkbaar niet. Maar dan gaan we weer slapen. Ook goed. Gaan we zo slapen. Slapen, iets slapen. Oké, nou hebben we dat gedaan. Nou hebben we natuurlijk, als het goed is, meer dan genoeg obsidiën. Alleen nu moeten we eventjes kijken naar vulling. Waar hebben wij vulling? Hoeveel zit er in de koolbak? Zit zoveel andere dingen. Het blijft wel alleen kool. Hier hebben we nog wel vulling. En stil gaan maken. Dus gaan we doen, oké. Oké. Nou, zo te zien hadden we trouwens al die waterbuckets niet nodig, die twee. We hadden er maar één nodig af en toe. Ja. Hè, maar niet uit. Nou, dan gaan we weer rennen. Naar het kasteel. Maar ik heb echt het vermoeden dat Minecraft een beetje heel donker is geworden. Want net, je zag gewoon helemaal niks. Terwijl normaal gesproken bij Minecraft zie je nog wel wat. Hé, wat? Hé, wat? Wat moet je nou?
waren in de manen. Met berging in de mens. Zoals sommige YouTubers zeggen in de manen. Oeh. Nee, dat gaat er niet worden. Daar was ik al bang voor. Ik zag het en ik dacht, nee, dit is genoeg. Zoals het moet. Hij moet namelijk nog een stukje hoger. Volgens mij. Gaan we even voor zorgen. Een stuk hoger maken. Kijk eens zo. Naar alle steentjes. Nou heb ik ze weer. Oké, dan moet ik dus hier ook moeten nog gewoon een steen bij komen. Daar ook. En dan zo. Ja, goed nu wel. Ja, kijk. We hebben een einde voor. Een einde voor. Ja, en de portal, maar dat is goed. Dat is het niet, het is een nether portal. Daar zit natuurlijk een heel groot verschil tegen. Zo. Oké, zijn jullie klaar? Dan gaan we even kijken hoe het er van binnenuit ziet op onze nieuwe, de nieuwe nether update. Ik ben er nog 0 keer geweest, dus dit is voor het eerst. En dan kunnen we deze dingen wel weer hier verzamelen. Hier deed ik dat natuurlijk gewoon inspannen, omdat ja, hè, de update was er nog niet. Nou ja, nu kan dat natuurlijk gewoon eerlijk. Dat is mooi, dat is mooi. Alleen ik vind het zo donker. Ik weet niet als jullie dat ook zien. Dat het echt heel donker is. Dat ik de enige ben. Die dat ziet. Maar ik zie het echt heel donker hier ook. Oh, joh. Kijk, deze dingen wil ik ook hebben. We hebben er natuurlijk nu een paar, ja. Een paar van die. Dus. Oké, 32 dus. Nou, dat is wel goed. Maar, ik wil nu naar beneden. Maar ik vind het echt... Ja, ik denk dat het aan mij ligt hoor, dat mijn beeld niet helemaal goed in zijn licht, maar ik vind het nogal donker. Maar ik denk serieus dat dat gewoon aan mij ligt hoor. Maar dat het misschien wel gewoon licht is, maar ik zie het dus echt niet. Heel donker in. Ja, leuk, maar ik kan geen kant op doen. Ik zie ook niet heel veel, dus ik kan ook niet zeggen van oh, op deze manier kan ik naar beneden. Maar ja, zoals je ziet, is het dus helemaal geen manier voor mij om echt op een veilige manier naar beneden te gaan. Ai, 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 ai. Nee, die is het dus niet. Ja. Dat vind ik dus best wel irritant. Dat het er niet is.
ja, hoe moet ik dat nu gaan oplossen dan? Ik wil toch op een gegeven moment naar beneden. Oh, ik heb water natuurlijk, dus die kan ik wel meenemen. Die zet ik eruit. Dat gaan we dan ook doen. Ik ga gewoon met water naar beneden. Het is natuurlijk de nether. Dus de, ja, eigenlijk de hel. Was ik al bang voor. Hier was ik dus bang voor. Ik weet niet of dat wegens de update is dat dit er nu is. Maar ik was er al bang voor, want het is natuurlijk de hel, dus water, hè. Ai, ai, ai. Ik kan gewoon geen kant op in mijn neer. Ik kan geen kant op. Dus misschien moet ik wel maar een keertje een andere netherportal ook maken. Zodat we dus ook beneden kunnen komen. Ja, hoe lang zijn we bezig? Ik denk 21 minuten. Nou, en mijn PC heeft het gelukkig volgehouden. Ik had een keer eerder een video gemaakt en dat ging dus niet goed. Dus ja, ik ben blij dat het nu wel goed ging. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan eventjes dat duimpje omhoog. En dan zeg ik, ja, tot de volgende video. Hoop ik. Later. Like a dog at the shrine of your